Een goede film verdient een goed einde. En deze film stelde niet teleur. Welkom bij Watchmojo NL. Vandaag tellen we af in onze top 10 van de beste filmeindes in de jaren 2000. Maar eerst, elke week publiceren we nieuwe video's. Abonneer je op ons kanaal en druk op de bel voor onze nieuwste video's. Voor deze lijst kijken we naar de beste filmeindes van de eerste eeuw in het nieuwe millennium. Dus alles tussen 2000 en 2009. Uiteraard zijn er grote spoilers. Nummer 10, The Others. Please don't tell mommy we run away. Don't speak to them! Zelfs voor het waanzinnige einde is deze horrorfilm met Nicole Kidman een boeiende en angstaanjagende belevenis. Maar juist dat einde maakt van een angstaanjagende film een absolute topfilm. Nadat Kidmans gezin enge verschijningen lijkt te zien, maakt de laatste scène duidelijk dat we het eigenlijk de hele tijd verkeerd hebben gezien. Kidman en haar familie zijn de geesten en de visioenen zijn in werkelijkheid de nieuwe huurders van hun huis. Is that how she killed you? Het is een schitterende wending die de formule van het spookhuis op zijn kop zet en voor een tragisch einde zorgt. Children, if you're dead, why do you remain in this house? Nummer 9, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. It was nice meeting you and all. Een goede filmwending plaatst alles in een nieuwe context, waardoor we het voorgaande anders gaan bekijken. En dat doet deze romantische science fiction film van Michel Gondry. Nadat ze hun herinneringen aan hun relatie hebben laten wissen, ontmoeten Jim Carrey en Kate Winslet elkaar op het station. En dan beseffen ze dat ze elkaar hier voor de tweede keer ontmoeten. Nadat ze erachter komen dat ze een relatie hadden en hun geheugen gewist is, proberen ze het nog eens, ook al kan de geschiedenis zich herhalen. Doordat je continu switcht tussen het verleden en het heden, krijgt het verhaal een boeiende wending. And I'll get bored with you and feel trapped because that's what happens with me. Okay. Nummer 8, Saw. I want you to make a choice. Als twee nietsvermoedende slachtoffers vastgeketend in een badkamer ontwaken, omringd door twee zagen en een lichaam, is dat het decor van een van de engste horrorfilms van het decennium. Ze moeten elkaar vermoorden of hun eigen been afhakken om te ontsnappen, waardoor ze beseffen dat ze slachtoffer zijn van de beruchte Jigsaw. Maar het lichaam in de badkamer blijkt te leven en Jigsaw zelf te zijn. Nooit meer eindigde een film van dit genre beter. En het zorgde ervoor dat dit een heuse klassieker binnen de horror werd. Game over! Nummer 7. In the Mood for Love. You have told Chen Fei. They will move on what I tell. Deze legendarische romantische film van Wong Kar-wai draait om een man en een vrouw die een aparte relatie krijgen zodra ze realiseren dat beide partners een affaire hebben. Door dit gedeelde leed worden ze vrienden en langzaam maar zeker krijgen ze steeds meer gevoelens voor elkaar. Uiteindelijk gaan ze uit elkaar, omdat ze geen verraad willen plegen waar ze zelf slachtoffer van zijn. De man fluistert aan het eind een geheim in de holte van de muur, refererend naar een eerdere scène van de film, waardoor de film dubbelzinnig eindigt en we telkens niet droog houden als we de film zien. Deze manier van het film eindigen komt later ook nog eens voor in onze lijst. Nummer 6, The Departed. Martin Scorsese's verhaal van verraad en geweld is niet zuinig met dode personages en de overgrote meerderheid van de cast eindigt met hun hersenen op de muren. Maar net als we denken dat Matt Damon's personage, een gangster binnen de politie van Boston, aan het bloedbad is ontsnapt, is daar Marky Mark Wahlberg met een laatste kogel om de film te beëindigen. De schokkende laatste scène eindigt met Matt Damon dood op de grond. Een laatste slachtoffer van de wraak- en verraadcyclus die het hart vormde van de hedendaagse misdaadepos van Scorsese. Nummer 5, No Country for Old Men. The coin don't have no say. It's just you. I got here the same way the coin did. Zoals veel van de films van de gebroeders Coen eindigt hun thriller uit 2007 dubbelzinnig. Bedoeld om de schijnbaar willekeurige en ondoorzichtige chaos van het leven zelf te onderstrepen. Na geraakt te zijn door een auto en ten prooi gevallen te zijn aan de willekeur die hij eerst beheerste, strompelt de meedogenloze moordenaar Anton Chigurh naar een onzekere toekomst. Ondertussen deelt de gepensioneerde sheriff Ed Bell een schijnbaar onheilspellende droom die hij 's nachts heeft gehad. I knew that whenever I got there, he'd be there.
Then I woke up. Is Bell's droom de geheime sleutel om de diepere betekenissen van de film te ontcijferen? Of is het gewoon chaos en toeval? We weten het nog steeds niet. En daar hebben we vrede mee. Net als bij A Serious Man gaat het hier om dubbelzinnigheid. Nummer 4. Before Sunset. Did you ever see Nina Simone in concert? No, I never did. De tweede film uit Richard Linklater's Before-trilogie is een bitterzoete film waarin Ethan Hawke en Julie Delpy uit Before Sunrise bijna 10 jaar later samenkomen. Na een ontmoeting 9 jaar eerder in Wenen ontmoeten de hoofdpersonen Jesse en Celine elkaar weer in Parijs en bespreken ze hun leven sinds die eerste ontmoeting. Als ze samen zijn komen hun gevoelens voor elkaar geleidelijk weer naar boven, maar Jesse's dreigende vertrek hangt boven hen. Would you play me one of your songs? You're gonna miss your flight. I won't. In de slotscène waarschuwt Celine dat Jesse zijn vliegtuig zal gaan missen. Maar in plaats van te gaan, zegt hij gewoon dat hij dat weet. Het publiek moest nog 9 jaar wachten om erachter te komen of deze dubbelzinnige opmerking betekende wat we allemaal hoopten. You are gonna miss that plane. I know. Nummer 3. Memento. Living a dream, kid. Ja, die Christopher Nolan weet wel hoe hij een film moet laten aflopen. Nolans baanbrekende film volgt een man met anterograad geheugenverlies, waardoor hij alles na 5 minuten weer vergeet. En tot overmaat van ramp is hij de moordenaar van zijn vrouw op het spoor. You're not a killer. That's why you're so good at it. De film is een verwarrend doolhof van kronkels en bochten, met een onverwachts einde dat velen in verwarring achterlaat. Uiteindelijk komen we erachter dat de film ons niet chronologisch is vertoond en dat onze hoofdrolspeler de hele tijd de marionet van een undercover agent is geweest en dat hij al jaren eerder de dood van zijn vrouw heeft gewroken. I have to believe that when my eyes are closed, the world's still there. Nummer 2. Lost in Translation. Hey, you. Zoals gezegd is een dubbelzinnig einde waanzinnig interessant. Een einde dat ons na de aftiteling nog steeds bezighoudt. Een hoogtepunt uit deze periode is zeker de apotheose van Sofia Coppola's film uit 2003 met Bill Murray en Scarlett Johansson als Bob en Charlotte. Een onwaarschijnlijk duo dat een vriendschap vormt na een toevallige ontmoeting in Tokio. Na afscheid te hebben genomen om terug te keren naar hun eigen leven ontmoeten de twee elkaar nog 1 keer en omhelzen elkaar, waarna Murray iets in haar oor fluistert. De film laat niet zien wat, waardoor we blijven gissen. Voordat we de winnaar onthullen, eerst wat eervolle vermeldingen. Selma Zezkova, do you have any last words? Giyogi 잘못돼서 막 엉클어질지도 모르는데. 괜찮겠어요? Nummer 1. There Will Be Blood. Why are you talking about that? I did what your brother couldn't. I broke you and I beat you. Filmeindes met een verrassende wending of dubbelzinnig einde zijn allemaal goed en wel, maar soms wil je een ouderwetse, duidelijke afloop. En dat heeft deze film zeker. Een bloederige afloop, wel te verstaan. I drink your milkshake. In een laatste confrontatie tussen oliebaron Daniel Plainview en Eli Sunday, een milde maar ambitieuze predikant, bereikt de vurige prestatie van ster Daniel Day-Lewis een hoogtepunt als hij dronken is en Eli de huid volschelt voordat hij hem met een bowlingkegel doodslaat. Did you think your song and dance and your superstition would help you, Eli? Dit einde laat je uitgeput en tevreden achter en zoiets zul je absoluut in geen enkele film meer zien. Ben je het met onze keuzes eens? Bekijk ook andere geweldige video's van WatchMojo en abonneer je op ons kanaal met elke week nieuwe video's.